Het is woensdag 3 april alweer. Het is een regenachtige dag, het is koud, het is 11 graden, bij je vliegen niets. Maar als je aan Koninginnetil doet, dan moet je ook wel eens werken op momenten dat het eigenlijk niet zo ideaal is om in de bijen te gaan. Vandaag gaan we een darrenraadje plaatsen. Je ziet hier aan de rechterkant darrenraad en links normale werksterbouw. Dit gaat in een tiltvolk waar we darren van willen gebruiken. En dat is, dat is allemaal op tijd, want die darren die moeten een bepaalde leeftijd hebben. En de rest is allemaal al gepland, dus we moeten in de volkjes om dit te plaatsen. Zo. Zo gaan we het doen. Dus we hebben nu 3 kwart darrenraad en 1 kwart werksterbouw. Ik ga ervan uit dat ze hier darrenraad gaan bouwen. Is niet helemaal zeker omdat het een mini plusje is. Mini plusjes die voelen zich soms ook nog niet helemaal rijp. En dan gaan ze wat minder darrenraad bouwen. Maar aan dit tijdstip van het jaar verwacht ik dat ze darrenraad willen bouwen. En dan hebben we dus 3 kwart raad met darrenraad. Die zetten we dan later boven het moerrooster, zodat die darren er niet uit kunnen. En zodat ik zeker weet dat al die darren die hierin zitten, de darren zijn van deze koningin. En dan gaan deze darren naar Limburg helemaal, naar een tiltgroep daar, onder leiding van Peter Bal. En Peter wil wat lijnen van ons gebruiken. Nou, dat kan natuurlijk prima. Oh, overigens mijn mesje. Daar kreeg ik vragen over. Dit is een mesje wat ik in Frankrijk gekocht heb. En dat is een ideaal mesje om raad te snijden. Dus als ik ook in grote volken darrenraad wil hebben en ik heb geen darrenraad bij me, of geen speciaal raam, darrenraam bij me, dan snij ik gewoon 1/3 van het raam aan de onderkant snij ik met dit mesje af. En dan bouwen ze dan mooi zelf darrenraad. Er zit hier een plug in, want er zat een gat in dit volk, in dit kastje. Blijkbaar een van de beesten die het nodig vonden om een gat in mijn kastje te maken. Nou, laten we eens kijken wat we hebben. Ik ben dit volkje aan het voeren. Dat is bijna op, zie ik. Iets minder dan 1 kwart zit erin. Ze hebben zeker geen honger. Ik heb hier al een moerrooster in liggen, dus hier onderin wil ik zijn. Dus de rest van het volk hoef ik ook niet te storen. Ik laat de deksel alles erop zitten. Hier zit dus mijn moerrooster. Nou, mooie bak met bijen. Dan moet ik 1 raampje eruit halen. En je ziet, het zijn prachtige volle ramen met broed. Helemaal tot op de rand. Dus dit volk is er helemaal aan toe. Normaal geef je een darrenraad ook op positie 2. Maar zo'n sterk volk als dit heeft dat helemaal niet nodig. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik geef het darrenraad gewoon op positie 1. Dan moet ik alleen kijken of ik mijn koningin hier niet heb. Want dan kan ik dit raampje gewoon naar boven verplaatsen. Dat zou mijn schema natuurlijk volledig in de war gooien als ik nu de koningin naar boven breng. Maar ze is hier echt niet. Nee, dat durf ik echt wel met zekerheid te zeggen. Ja, oké. Dan gaat dit raampje naar boven. Dat darrenraadje geef ik ook iets meer ruimte, omdat die darrencellen veel groter zijn. Geef ik die meer ruimte, dat die cellen mooi breed uitgebouwd kunnen worden. En als ik dan dat raadje er straks uithaal, dat ik die cellen niet beschadig. Dat risico heb je altijd met darrenraad, dat je dat dan omhoog haalt en dan die kopjes opentrekt. Ja. Gaat dat raampje broed 1 verdieping hoger. Ook hier zit al goed bijen in. Zoek ik hier eigenlijk een raam die ik er dan even makkelijk uit kan halen. Liefst een leeg raam. Zoals dit raam. Prachtig leeg. Dan komt dit mooi boven mijn broed. Zo. En dan mijn derde randje. En ook daar
zitten goed bijen in. Dus deze hebben echt voldoende bijen om dat broed te verzorgen, maar veel te weinig voer. Dus ik ga dit pakje voer, dus een pakje fondant, ga ik eruit halen. Kan ik jullie wel laten zien. Dit pakje fondant ga ik eruit halen. En ik ga ze gelijk vloeibaar voeren. Want om hele goede gezonde darren te hebben, hebben ze veel voeding nodig. Ik heb een beetje honingwater bij me. Dat is honing wat ik verdund heb tot ongeveer 50%. Dat is ongeveer 1-1. Jaag de bijen even terug de kast in. Dat het geen mooi weer is, is dat lastig. Zo, die laatste paar bijen mogen zelf wegvliegen. Leg ik het hier even voor de kast. Dan kunnen ze eruit. Dus nu heb ik van een open voerbak een gesloten voerbak gemaakt. Dan heb ik hier mijn suikerwater. Dan krijgen ze ongeveer een liter. Het is niet zo erg om nu te veel te geven, want... Hoi hoi, leuk! Dan is deze klaar. Dan morgen zal de koningin daar eitjes leggen, overmorgen misschien. En dan is over een dag of 10 is dat raad verzegeld. En dan gaat dat raampje naar boven. Dus ik zet in mijn agenda dat ik over 11, 12 dagen dit raampje naar boven verplaats. Dan weet ik zeker dat ze die darren... Ik kijk dan even of er bovenin darren zijn. Als er darren zijn, sla ik die eerst allemaal af naar beneden. Dan hang ik het raampje bovenin. En dan weet ik zeker dat alle darren die hier bovenin zitten straks, dat darren zijn van deze koningin. En die kunnen dan naar Peter. Het is een mini plusje op de locatie Weel. Dit volk heb ik al een paar keer gebruikt om van na te telen. Volkje 78. Dat is een lijn van Anatolie. Het zijn niet de allerliefste bijen in de hele wereld. Ze zijn zeker niet agressief, maar het maakt wel hele mooie, sterke volken. Ja, laat gewoon een hele mooie ontwikkeling zien, een mooie honingopbrengst zien. Dit is denk ik het laatste jaar dat ik hier van nateel. Ik ga haar nog een keer klein zetten. Dus op één randje terugzetten, zodat ze nog een jaartje mee kan. Ik heb haar al 3 jaar. Wellicht dat we haar dit jaar nog een keer gebruiken om een kruisteel te doen. Je ziet al dat ze nauwelijks meer in het kastje passen. Want ze hangen al in de voerbak. Ze moet zeker een randje bovenop. En dat voor dit tijdje binnen het jaar voor een mini plusvolkje extreem sterk. Kijk even of ik de koningin hier zie lopen. Nee. Dus de bedoeling is dat de koningin teruggaat op 1 randje broed. Oh ja, hier ben ik dus eigenlijk gewoon te laat. Want het is het 3e randje waar ik... Dus het bovenste randje waar ik in kijk, ze is op 3 randjes overwinterd. En als ik dan in het 3e randje kijk, dan zie ik dat hij van kant tot kant broed heeft. Zie. Even wat dichterbij laten zien. Dus die doet het gewoon heel erg goed. Maar... Dat betekent ook dat ze eigenlijk gewoon niet meer in deze kast passen. Ze kan hier wel een randje bovenop zetten, maar als al deze bijen uitlopen, dan passen ze ook niet in 4 randjes. Dus ik zal hier ook nog een randje broed af moeten gaan nemen. Kijk, ook die zit al helemaal vol met broed. Ja, daar hoef ik geen raampjes voor uit te halen, dat zie ik zo. En het onderste randje... Dat klinkt gek, maar dat is in het voorjaar het laatste randje wat ze vullen. En ook het onderste randje is al helemaal gevuld met broed. Tenminste, dit middelste raam. Ik zal even naar de buitenkant kijken, maar ja. Het is een wonder dat ze niet verhongerd zijn. Ja, aan de zijkant zit nog 1 raadje met voer. Open voer. Dus niet heel zwaar. Dan kijk ik eventjes aan deze zijkant. En ook hier heb ik nog een beetje voer. Aan die kant zie ik alweer broed en een half raampje voer. Dus ik heb nog, laten we zeggen, 2 raampjes voer erin zitten. Dat is niet veel voor zo'n grote kast. Maar in ieder geval vongeren ze me niet. Dat is nu even het belangrijkste. Dan wil ik mijn koningin vinden. Dus dan moet ik ze toch even helemaal 1 voor 1 door. De ramen. Ik ga het niet doen. 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 Ik ga het niet doen
Ja hoor, op het allerlaatste raampje, en dat is niet toevallig, maar daar loopt ze. Ik hoop dat jullie haar zien. Daar loopt ze. De 322 AKO. Oké, wat is dan het makkelijkste om nu te doen? Ga ik dit randje onderin zetten. Dus dit raampje weer terug. Zo. Daar is mijn koningin. Daar is mijn broed ook nog. Zo. Dit wordt nu mijn eerste randje. Hier moet ik alleen nog even een leeg raampje inhangen, zodat ze daar een broed kunnen maken. Ik pak een mooi lelijk raam voor. Dit is mijn lege raampje. En die mag lelijk zijn, want die ga ik dan snijden. Zo. Langs het draadje opsnijden. Zo ziet dat er nu uit. Moet ik hier één raampje uithalen. Nou, dit is zo'n sterk volk. Het maakt helemaal niks uit waar ik dat raampje eruit haal. Dat broednest dat kunnen ze eenvoudig warm houden met zoveel bijen. Ik ga hier zelfs bijen uithalen. Kijken of ik de koningin zie. Ik ga het niet per ongeluk nu meenemen. En om dat zeker te zijn, tik ik ze ook nog af. Zo. En daar komt dan mijn darrenraadje terecht. Ja, die kan ik ook gewoon aan de zijkant hangen. Is ook prima. Zo. Ik wil mijn darrenraadje wel iets meer ruimte geven. Dat is het mooie van de Mini Plus. Die heeft dat ook. Zo. Dan komt hier mijn moerrooster op. Zo. Bij hier van de kant.
nadeel van de Mini Plus dat daar de moerrooster op de raampjes ligt. Dus daar passen de bijen niet tussen. Dus je plet ze als je ze niet aan de kant doet. Nou, kunnen hier weer mooi de randjes bovenop. Is de orde weer hersteld. In die zin dat het nog steeds een veel te sterk volk is. Dus die krijgen van mij nog een leeg randje. Zo. Dan hebben ze in ieder geval tijdelijk even iets meer ruimte. Maar ik moet hier heel snel broed en bijen uithalen. Misschien kom ik wel even terug met een bodempje en dan zet ik gewoon zo'n heel randje op een andere bodem. Kunnen ze vast een nieuwe koningin maken. Misschien wel twee, dan heb ik gelijk twee nateeltjes hiervan. En ik heb toch mini plus volkjes nodig straks voor de teelt. Dus dan kunnen we die daar weer voor, mooi voor gebruiken. Ik denk dat ik dat even doe. Even op en neer rijden. Zo. Nou, hoe is het nu? Hier zit mijn koningin en een darrenraam. Hier zit een moerrooster. Hier zit uitlopend broed. 12 ramen. En dit is een leeg bakje. Dus dat geeft voor nu eventjes verlichting. Dat die bijen ergens kunnen zitten. En even wat kunnen doen. Want dan kunnen ze mooi schoonpoetsen. En mocht er morgen of overmorgen wat dracht binnenkomen, kunnen ze dat kwijt. Maar ik ga nog even terug. Waarbij ik twee randjes eruit ga halen. Die ik op een eigen bodempje ga zetten. En daar kunnen ze dan mooie nieuwe koningin maken. Want dit is gewoon veel te sterk. Ja, je moet je voorstellen dat hier zitten nu op die 18 ramen zitten 16 ramen met broed. Ja, dat zijn eigenlijk 40 ramen met bijen. Nou, 40 ramen met bijen, ja, die heb ik hier niet. En die krijg ik hier ook niet. Zo, ik moet deze of terugzetten in een grote kas, maar dat wil ik niet, want ik wil die moer klein houden, zodat ze lang meegaat. Of ik moet inderdaad een split maken en dat ga ik dan doen. Tot zover.